vanavond dus de officiële ontvangst door de kapitein. Met een glaasje bubbels. En erg goede zo te zien. Ziet er mooi uit. Bonsoir. Très chers passagers, très chers passagers, bonsoir. Good evening. Guten Abend. Buenas tardes. Voilà, nous avons donc quitté le Portugal. À nouveau une très très belle journée aujourd'hui. Nou, het is nu dinsdag 18 april 2017. Er is nu een wijnproeverij in de lounge door Erik Bomaar. Hij is directeur van Cinq. Dat is het restaurant van het Four Seasons Hotel in Parijs. Hij is verkozen tot de tweede beste sommelier ter wereld. Dus dat gaat vast en zeker leuk worden. Dit zijn de mooie wijnen die we zo meteen gaan proeven, hopelijk. De etiketten beloven veel. Pauillac, Saint-Emilion, Margaux, kijk eens, mooie flesjes. Dus, het wordt een leuke ochtend, want het is nu pas 11 uur 's morgens. Kijk eens wie helemaal vooraan zit, als eerste klaar. Saint-Julien is right there, so this is what you're going to taste now. Pauillac. This is where we're going tomorrow, Pauillac. Saint-Estèphe, fantastic wines. Oh, Médoc. Hi, Médoc again. Médoc. And Médoc. So Médoc really is the closest to us. Alors, le sud, le nord. So that's what's considered to be south, and this is considered to be north. Le cœur du Haut Médoc, c'est Saint-Julien. Pauillac, Margaux, on est dans le cœur des meilleurs terroirs de Graves. So tomorrow, Pauillac, Saint-Julien is considered to be the Saint-Estèphe. Saint-Estèphe also is considered to be the heart of the High Médoc. Nou, ons schip Le Soleil ligt vandaag in Pauillac voor anker. We gaan met de tender aan land en we gaan zo meteen een wijngoed bezoeken en Sylvia weet precies welk dat is. Château Montrose. Oké. We zien aan de bruine water dat we op een rivier zitten en we gaan nu naar de haven toe. Dit is Pauillac. De oevers van de rivier. Met deze tender zijn we zojuist aangekomen en in de verte ligt Le Soleil. Dat is duidelijk waar we naartoe gaan, Château Montrose. Nou, we zijn bij Château Montrose aangekomen. Dit is het château. Kijk eens hoe mooi. In de ochtendzon, het is nu 8:30 ongeveer. De Franse vlag wappert hoog in de mast en wij gaan nu naar binnen. Overigens, u weet natuurlijk wat het betekent om een goede wijn te maken. Om de goede grond te hebben, waar een goede waterbalans is. De wortels gaan soms wel tot 28 meter diep om het water te halen. Want de wijn of de druiven hebben heel veel water nodig. Nou, we zijn binnengekomen in het oudste gebouw van het kasteel. Het is opgericht in 1815. The last vintage we had here was in the 1999. Today we have the stainless steel bathroom that we have built for the 2000. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Right now we are entering in the park. The
dit zijn de grote moderne tanks waarin de wijn wordt opgeslagen. Wat we net zagen was natuurlijk meer voor de toeristen waarschijnlijk. We zijn nog een beetje aan het ombouwen, maar er staan gigantisch veel tanks natuurlijk. En als je bedenkt dat één zo'n flesje hier 120 euro kost zo gemiddeld, dan ligt hier voor heel veel geld. Mooie gedeelte gekomen van Château Montrose. Kijk eens hier. Wat een prachtige ruimte. Het wijngoed Montrose is opgericht in 1918. Gelegen bovenop een heuvel in Pauillac. Het vriest hier niet. En de wind houdt ook het ongedierte weg. Het is een mooi microklimaat wat hier heerst. En we staan nu in het kasteel dat prachtig mooi is opgeknapt. Bij een open haard. En wij gaan nu wijn proeven. Die zal erg goed zijn. We hebben aan boord al een aantal wijnen geproefd. Zijn echt erg goed. Dit is een overzicht van het wijngoed. Ik zet de naam nog een keer mooi op. 90 hectare groot. En links ligt de rivier waar nu ons schip op ligt. La Gironde. Dat is de rivier. En het wijnkasteel ligt hier in het midden. Van alle wijnranken. Nou, we zijn zojuist gedurende de lunch een stukje verder gevaren op de rivier de Gironde. En wij liggen nu voor Château Latour. Kijk eens hier, het bekende Château Latour. Met de hele mooie wijnen die hier geproduceerd worden. Het is ook eigendom van de heer Pino. En die is ook eigenaar van de cruise line Pono, waar we deze week mee varen. We gaan zo meteen met de tender aan land. En dit prachtige wijngoed bezoeken. En ook natuurlijk een aantal wijnen proeven. Het ziet er een aantal wel prachtig uit. We zijn juist met deze tender bij Château Latour aangekomen. Boven staan de paarden met wagen te wachten op ons. Waarmee we zo meteen naar Château Latour rijden. Château Latour in de verte. Een van de meest prestigieuze wijnhuizen ter wereld, zo niet het meest prestigieuze. En wij gaan er nu naartoe met paard en wagen. We komen dichter bij het château. Dit is het château zelf. De wijngaard. En aan die kant de andere.
proberen hier alles zo ecologisch mogelijk te doen. En de druivensoort die hier groeit is Cabernet Sauvignon. En dat levert prachtige wijnen op. We gaan hem vanavond proeven tijdens het galadiner met Alain Ducasse. Everybody's there, so please, after you. As I was saying, please take care of your slippery. Nu nog even diep in naar beneden, de kelder in. Constante temperaturen van 13, 14 graden. Ze liggen hier een tijdje en dan worden ze gemengd. Kijk eens wat hier aan voorraad ligt. Dat is echt ongelooflijk. And the rest of the technical team spend a lot of time tasting all of the different lots in order to determine the best blend. What a job. Mm. It's a hard job, but someone's got to do it. So once the wine has been decided upon, then we will start putting it in back into the tanks to make the blend, and then it will be put here in the second year cellar, essentially. So that's what I was explaining is what's going to happen. Exactly, it'll be put back into the tanks to make the blend, and then back here to the second year cellar. What happens to the 15, right? Is opening the barrel in order to start releasing the wine. And so in this process of separation, we're taking the clear wine from one barrel and putting it into a clean barrel. En hier liggen de flessen. Dure kelder, Château Latour. Hier liggen alle jaartallen, 1961, 1970, 1993, 1984, van alles en nog wat. Ongelooflijk, ik denk dat hier voor een klein kapitaaltje bij elkaar ligt. Maar nogmaals, vanavond gaan we lekker
proeven. Nou, de wijnproeverij gaat nu beginnen. Hierop hebben we lang gewacht. De wijn wordt ingeschonken. Speciale ontvangst in het theater en daarna hebben we een speciaal diner dat verzorgd wordt door de meesterkok Alain Ducasse. Die heeft al 26 Michelinster restaurants. Hij zal dus vanavond een gala diner verzorgen beneden in het hoofdrestaurant. Maar eerst is hier nog een ontvangst met drankjes en hapjes, zang en waarschijnlijk nog een korte toespraak. En om 8:30 begint dan het diner. Bonsoir à tous, good evening to all of you. Victor, can we have a little light? A little bit? Thank you, perfect. Alors j'espère, mais je crois quand même, je pense pouvoir dire que vous avez passé une belle journée. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. I believe you did spend a wonderful day today, did you? Oui? Je pense qu'on a été extrêmement privilégié et honoré de pouvoir visiter ces très belles propriétés. I think we all realized how privileged and honored we were to visit these wonderful properties and very exclusive ones, since they never received before such amount of people. Voilà, c'est vrai que c'est un événement exceptionnel puisque ces deux châteaux n'ont jamais reçu en aussi peu de temps un nombre de visiteurs aussi élevé. Dit is de menukaart van het gala diner. Dat ziet er goed uit. Het restaurant loopt langzaam vol. Nou, dit is het eerste gerechtje van het menu van Alain Ducasse. Het ziet er goed uit. Het is green lentil met caviar. En nog iets van zalm. Prachtige wijn erbij, een Sauvignon Blanc. Echt heel lekker. So far so good. Dus de kreeft, een blauwe kreeft bij de Château Latour. Donc elle va nous parler des forts de la Tour 2009 et de Château Latour 2004, dont elle a vu la naissance, elle a accompagné. On est très fiers de l'avoir. Eric Beaumont, la spreekt natuurlijk toe. Donc je vais d'abord laisser la parole à Eric. Merci Eric. Ravi de vous revoir ce soir. Hein? Avec Axel, on a pu animer. Du spécial ce soir, en accord avec tous les vins d'Artemis Domaine que vous découvrez. So tonight, Mr. Garando is just saying a few words about how to match food and wine. It's always a very delicate matter, and we'd like to take the opportunity to thank Mr. Alain Ducasse, the world famous chef. Également Patricia Barbizet et toute la direction d'Artemis d'être avec nous, merci. Et puis bien sûr Alain Ducasse et toute l'équipe de Ducasse Conseil qui travaille et coordonne avec nous depuis 2016 et nous a offert un,
un dîner magnifique, un très très grand souvenir pour nous tous. Et vous avez aussi toute l'équipe de la restaurant et de cuisine du Soleil. Vanavond een speciaal vuurwerk voor ons vanaf Château Latour. Goed te zien vanaf het schip Le Soleil. Prachtig. Do it.